De supermarkt kennen we allemaal, maar hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij de Aldi, ja, dat blijft toch gissen. De oprichters familie Albrecht die mag er wel steenrijk zijn, ze zwijgen als het gaf. Tot vandaag. Ieder huisje heeft zijn kruisje, maar bij de steenrijke Aldi-dynastie mogen we wel spreken van een behoorlijk kruis. De familievetes beginnen al in 1961. De gebroeders Albrecht breken omdat ze het niet eens worden over de verkoop van tabak. Gevolg: twee verschillende supermarktketens en een Aldi grens door Duitsland. Inmiddels werken ze wel weer samen op veel gebieden. Maar laten we even inzoomen op Aldi Noord, die ook in Nederland actief is. Nadat oprichter Theo Albrecht sterft in 2010, nemen de zonen Theo Junior en Bertolt het bedrijf over. Maar als Bertolt in 2012 doodgaat, ontstaat er een nieuwe vete. Weduwe Babette en dochters claimen namelijk Bertels belang in Aldi Noord. Tot grote woede van Theo junior, die daarover nu een boekje opendoet. Ja, Anna, dat is natuurlijk best bijzonder dat er iemand van die familie uit de school klapt. Ja, dat is heel bijzonder. Want het is echt een gesloten bastion. Niemand praat met de pers. De werknemers mogen niet met de pers praten. Nou ja, dat is dan tot daaraan toe. Hè. Ik denk niet dat iedereen van Albert Heijn zomaar met de pers mag praten. Maar ook de familie zelf, die geven gewoon geen interviews. Volledig terug. Te... De, de oprichter, of een van de oprichters, Theo Albrecht, die heeft nog nooit een interview gegeven in zijn hele carrière. En de beste man wilde zelfs nooit op de foto. Want de laatste officiële foto is deze. En die dateert uit 1971. Er is, uh, is ontvoerd ook in 1971. Dat is volgens mij heeft er mee te maken, toch? Dat hij daarna helemaal. Ja, ja. nee, het is wel. En het zou ook bij de andere broer een enorm trauma hebben bezorgd. Dus dat, dat kan ook wel meespelen dat ze nog terughoudender zijn geworden. Ja, ja, ja. Uh, dat en het feit dat ze sowieso uh, behoorlijk. Conservatief is dus ook die hele winkel zelf, toch? Ja, het is enorm uh, conservatief. Ze zouden ook bijvoorbeeld pas sinds vorig jaar e-mails gaan gebruiken. En daarvoor deden ze namelijk alles nog per fax. Want ja, die, ja die deed het nog prima. Ja. Dus ja, nou, waarom zou je? zolang die het nog doet, dan ga je die natuurlijk niet vervangen. En uh, ook, ook mooi dat ze bijvoorbeeld de, de cachères, die moesten tot tien jaar geleden, moesten die gewoon alle barcodes uit hun hoofd kennen, omdat ze gewoon... Uh, weigerde om van die scanners te kopen. Dus gewoon alle, alle producten kennen? Ja. Nou, daar word je wel intelligent van. Ja, precies. Hey, uh, en nu uh, klapt uh, Albrecht Junior dus uit de school in Handelsblad. Ja, dat in Handelsblad. Dat is een uh, zeer gerespecteerde uh, krant, uh, Duitse krant. Zij claimen nu dat ze de eerste zijn met een interview. Dat is overigens niet helemaal waar, want vorige week heeft uh, deze Theo Albrecht Junior... ...ook al aan het Duitse weekblad Stern een interview gegeven. Ongeveer van dezelfde streng. Maar wat zegt hij? Nou, waar, waar gaat het nu om? Um, kijk, dit zijn de, de erfgenamen. Dit is een ongelooflijk rijke familie. Uh, ze behoren tot uh, de, een van de rijkste families van Duitsland. Top 50 van de wereld. Deze Albrecht Junior die zou 19 miljard hebben. Dus het gaat echt om heel veel geld. Nou, en waar geld is, uh, is ruzie. Dat zie je dus nu maar weer. Uh, vooral sinds dus, uh, seniors overleden in 2010, rommelt het daar. Nou, waar gaat deze ruzie nou precies over tussen, het is af en toe een beetje ingewikkeld hoor, alle Albrechts, maar deze Theo junior en zijn schoonzus, want daar is de ruzie dus mee. Um, ja, het gaat eigenlijk over hoe het bedrijf geleid moet worden. Van de, eigenlijk is de afspraak dat de erfgenamen terughoudend zijn met de bemoeienis met het bedrijf. Nou heeft de, deze Babette, die schoonzus, ooit bij de rechter bedongen dat zij wel inspraak heeft... Nu wil het bedrijf eigenlijk gaan uitbreiden. of nog verder uitbreiden. naar het buitenland. Ze willen dus gaan investeren. En dat wil Babette niet. Okay. En daar is dus uh, deze Theo heel uh, verbogen over. En het is ook nog eens zo dat uh, deze familie. is ook heel uh, zunig. Dus, uh, die, Echt die. Het zijn, het zijn miljardairs, maar ze geven niks uit. Hè? De sokken kun je best wel stoppen. Die hoef je niet weg te gooien. Een beetje zo'n mentaliteit. Maar. Um, Babette en haar kinderen die keren zichzelf wel 25 miljoen euro per jaar uit. <laughs> En dat uh, dus hoort dus niet uit. helemaal We bij, dan bij je. Qua, qua eigendom? Want wie, wie is dan gewoon qua, qua ja, aandeel het meest voorzien? Ja, dat is uh, best wel ingewikkeld. Het is allemaal ondergebracht in stichtingen. En ze hebben, uh, deze Theo Junior heeft 19,5% en uh, Babette ook 19,5%. Ah, dat maakt dat niet makkelijker nee, natuurlijk. Nee, dus um, en, ja, wat, wat er nu, want ik vraag me eigenlijk af, waarom is deze man in godsnaam naar uh, de media gestapt? Want hij verwijt zijn schoonzus te breken met de familietraditie. Mm -hmm. hè? Ja. Maar hij doet het zelf natuurlijk ook. Want hij Ver verbreekt het zwijgen eigenlijk van de En het van gaat dus allemaal om geld en om de investeringsplannen om, van, ja, uh, van de overheid. Nou ja, dus ik vraag me heel erg af wat hij nou precies probeert te bereiken. Ik, het zou een beetje een soort intimidatie kunnen zijn van haar. Want hij maakte ook wat zinspelingen in de interviews. Dat hij toch nog wel misschien naar de rechter wilde gaan stappen. Om okay. dus die plannen door Gewoon te krijgen. Gewoon de laten druk gaan. een beetje op. Dus en dat hij ook zegt: Nou, ik heb heel veel vertrouwen in de Duitse rechtspraak. Dus een beetje zo van uh, Babette, uh, pas jij maar op. Wordt niet een hele gezellige kerst uh, daar bij Smina Albrecht voel ik aankomen. Hoe draait er de winkel verder? Uh, nou, zij brengen uh, in de traditie van het bedrijf geen cijfers naar buiten, het wordt geschat uh, op ongeveer. Uh, uh, 76 miljard omzet. Nou, Lidl, uh, vergelijkbaar bedrijf natuurlijk, zit daar net wat onder met 71 miljard. En uh, ja, het is wel een enorm bedrijf, want ze hebben bijvoorbeeld 11.500. Uh, de, de bedoeling is dat ze 11.500 filialen hebben in 2020. Ze willen uitbreiden, ze zitten al in heel Europa. En nou, even ter vergelijking, Albert Heijn heeft er 850. Oké, okay, en hmm, Teken van openheid dus bij de Albrechtjes. En dat is omdat ze boeien hebben en dat gaat natuurlijk om geld.